Dus dan moet ik op continue duwen, hè? Neem ik aan, Arjan. Ja. Ja. Oké, okay, daar ben ik weer. Dus twee dingen ga ik vertellen, een update. Wat loopt er allemaal in Nederland en in Europa? Dat is wel belangrijk voor ouders om te weten. En ik wil het een beetje hebben over... Nou, maar ik heb hier, Kerry. Hoe krijgen we nu dat leren en gedrag wat beter onder controle? En dat gaat onder het mom van de drie B's. Begrijpen, begeleiden en behandelen. Als je het begrijpt, dan kan je er beter mee omgaan. Dan kan je het dus beter begeleiden. En dan kan je er ook beter naar handelen, behandelen. Nou, dus het is heel praktisch. Even kijken. Drempels verlagen om de weg naar de psychologie te vinden. Want ik kom daar dadelijk op terug. We zijn in Nederland begonnen om een landelijk werkverband te maken van psychologen die zich bezighouden met Duchenne en die daar wat expertise in hebben. En een aantal praktische richtlijnen geven. De update. Op de eerste plaats. Het platform Psychologen Pedagogen in Nederland omvat 13 centra, 2 centra uit België en 11 uit Nederland. We zijn begonnen in 2020. In 2021 hadden we een digitale meeting. U ziet hier ook, hieronder staat de digitale room waarin we zaten. In die meeting was ook Duchenne Parent vertegenwoordigd, want wij vinden het heel belangrijk om ook te horen wat ouders belangrijk vinden. Dus Duchenne Parent Project is voor ons altijd een hele belangrijke klankbord. En daar was ook Duchenne Centrum Nederland bij. Wat we met die groep willen doen is een zorgstandaard ontwikkelen. Daar zijn we nu ook mee bezig. En die zorgstandaard die moet eigenlijk hetzelfde zijn over revalidatiecentrum, over ziekenhuis en over de scholen. En in de praktijk merken we nogal eens dat daar niet altijd heel duidelijk en heel eenvoudig gecommuniceerd wordt. En niet dezelfde dingen naar ouders gezegd worden. Dus het is belangrijk om een landelijk werkverband te maken waarin die drie gebieden waar je met je jongen met Duchenne naartoe gaat, ook op dezelfde manier diagnostiek doen, maar ook behandeling doen. En dat is eigenlijk waar we naartoe willen. We willen naar een signaleringslijst en naar een procedure voor verdiepend onderzoek. En dat betekent dat als je in Friesland naar het revalidatiecentrum gaat of naar de school, dat je daar hetzelfde onderzoek zou moeten krijgen als wanneer je in Limburg naar de Mitielschool gaat of naar het revalidatiecentrum. En dat geldt eigenlijk ook voor de behandelmogelijkheden. Ik kom daar straks nog wat op terug. En dan zal u zien dat dat eigenlijk vooral steeds maatwerk is. En dat je niet kan zeggen, als dit, dan dat. Het is toch altijd heel specifiek en het is op maat gemaakt. Maar je kan er wel een aantal standaardbehandelingsmogelijkheden aanbieden. Dus dit is work in progress. En ik denk dat we daar echt volgend jaar en dit jaar een afgerond samenwerkingsverband gaan maken. We zien elkaar over een week weer met alle psychologen. En dan gaan we verder met de signaleringslijst. Een tweede initiatief is de BIND-studie, of de BIND-studie op zijn Engels. En dat is een Europese studie naar brain involvement in dystrofinopathie. Dus in jongens met Duchenne tot 18 en volwassen mannen met Becker. En dat is een studie die ik vorig jaar al even genoemd heb, die het afgelopen jaar ook, laten we zeggen, online is gegaan. Want deze foto is nog van, ik dacht, 3 of 4 weken voor de lockdown. En daarna zijn er alleen nog maar online meetingen geweest. Van dat project gaat u nog iets horen, want het is ook wel een belangrijk project. Want het is de beste grootschalige studie die er aan gaat komen, die, laten we zeggen, hersengerelateerde zaken bij jongens met Duchenne en met Becker gaat in kaart brengen. En die studie gaat lopen van 2020 tot 2024 in 6 landen. Over 7 centra. En vanuit Nederland zijn daarbij Leiden betrokken en Kempenhagen. En de bedoeling is dat we in Nederland van 190 jongens en mannen, dat we daar vragenlijsten gaan invullen, die ook in al die andere landen precies hetzelfde worden ingevuld. En dat we bij 70 jongens en een aantal mannen ook verdiepend onderzoek gaan doen. En dan willen we onderzoeken wat de betrokkenheid is van een aantal isoformen. En we willen ook groepen vergelijken. En we willen eigenlijk ook wel komen tot
handreikingen voor wat betekent dat voor de praktijk. Dat protocol is nu klaar. Dat hebben we online allemaal afgemaakt. Er is toestemming van de Medisch-Ethische Commissie in Nederland. Dus we mogen aan de slag. En we hopen eigenlijk na de zomervakantie in 2021 van start te gaan. En u gaat dat merken doordat er posters verspreid zullen worden. Dat zullen we via Duchenne Perrin doen. Maar er komt ook een filmpje. En ik wil u het filmpje laten zien zoals dat gemaakt is samen met Londen en alle andere centra. En dat video is gemaakt voor de ouders en de jongens om hen te informeren over wat is nu die studie, wat betekent dat voor jou en wat houdt het in. En nou neemt Arjan de regie over, denk ik. Ja. Goed is het nu te zien. Ja. Welkom bij BIND. Bedankt voor de interesse in ons onderzoek. BIND is een grootschalige studie waarin 6 verschillende landen meewerken. We focussen ons op kinderen en volwassenen met Duchenne en Becker spierdystrofie en op hoe hun hersenen werken. Tot nu toe kijken wetenschappers vooral naar hoe de spieren zijn aangedaan in Duchenne en Becker. Maar recentelijk hebben onderzoekers aangetoond dat de werking van de hersenen ook een rol speelt. Sommige mensen hebben moeite met leren, terwijl anderen gedragsproblemen ervaren. Aan de andere kant hebben sommigen juist helemaal geen problemen. We begrijpen nog niet waarom dit zo is en waarom alleen sommige mensen moeilijkheden ervaren. Daarom is het doel van onze studie om ten eerste meer te weten te komen over hoe de hersenen bij Duchenne en Becker werken en ten tweede de mensen die wat problemen ervaren vergelijken met de mensen die dat niet hebben. Maar wat willen we aan u vragen? Als u een ouder van een kind met Duchenne of Becker bent, of een volwassene met Becker spierdystrofie, dan vragen we u het volgende. Lees de studieinformatie en teken de toestemmingsverklaring. Daarna vul de 4 vragenlijsten in. Dat duurt in totaal ongeveer 70 minuten. De vragenlijsten kunnen worden onderbroken en later weer worden opgepakt. De vragenlijsten zijn het eerste deel van onze studie. Als u dat wil, benaderen we u misschien ook voor het tweede deel. Dat zal bestaan uit een psychologisch onderzoek, maar daarover later meer. Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek zijn wij bereikbaar op de onderstaande gegevens. Oké, Arjan. Dat was het filmpje. En hier staan jou om het scherm weer opnieuw te delen. Even kijken, ik moet het scherm delen. Ja? Ja. Goh. We hebben heel hard geoefend. Vloeiend, hè? Ja, we hebben goed geoefend. Dat zie je. Dat werkt. Nou, dat waren de updates, zeg maar, van wat er loopt. En nu meer naar de routekaart van waar hebben we het over bij het brein. Dit zijn de grote 10, of de Big Ten, zeg maar een soort routekaart van aspecten die te maken hebben met het brein waarmee we rekening moeten houden. En sommige jongens hebben daar problemen mee en andere jongens niet. En je ziet eigenlijk een 10-tal gebieden. En die gaan we in de onderzoeken die we in BIND doen, maar ook in het psychologen samenwerkingsverband gaan we die in kaart brengen. Die hebben dus te maken met denken, die hebben te maken met leren, die hebben te maken met emoties en die hebben te maken met gedrag. En naar die verschillende gebieden zou je kunnen zeggen van wat betekent dat nu, wat kunnen we daar nu aan doen om daar iets mee te doen. Maar eerst nog even iets anders, want als je dan gaat kijken van, dan is dit eigenlijk een heel mooi plaatje, maar in de praktijk ziet dat er complexer uit. En weten we dat die dingen overlap laten zien en weten we dat als er dwangproblemen zijn, dat er ook problemen kunnen zijn met aandacht. En als er leesproblemen zijn, zie je dat er misschien ook wel problemen met rekenen zijn. Dus er is overlap en we weten ook dat iedere jongen eigenlijk steeds weer een uniek profiel laat zien. Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je daar goede diagnostiek naar doet en dat je op basis van dat plaatje dan zegt van, nou, daar gaan we nu mee aan de slag als het gaat om die aspecten van leren en gedrag waarmee we iets willen doen. Dus je moet steeds een, wij noemen dat, werkdiagnose stellen om mee aan de slag te gaan.
Een knelpunt bij dit alles is, en dat is toch wel belangrijk om je dat te realiseren, is dat ik nog steeds merk, en ik weet van Elisabeth dat zij dat ook herkent, dat nog onvoldoende bekend is dat er nevendiagnoses zijn waarmee je rekening moet houden en die misschien soms wel belangrijker zijn dan, laten we zeggen, de spierproblemen. Wij zijn tegengekomen dat een indicatiebesluit is afgewezen bij een jongeman met Duchenne, omdat de gemeente gewoon niet bekend was met de nevendiagnoses. Wij zijn tegengekomen dat jongens met Duchenne die op een reguliere voortgezet onderwijs zitten, dat die onvoldoende cijfers halen omdat men onvoldoende rekening houdt bijvoorbeeld met vermoeidheid of met andere aspecten. Vermoeidheid is bijvoorbeeld zo'n ding als je op school kijkt, kan je extra tijd krijgen voor toetsen, maar als je vermoeid bent, heeft het geen zin om extra tijd te krijgen, want je kan je toch niet concentreren. Dan moet je soms gewoon een nieuwe kans krijgen, dat is veel eerlijker. Nou, dat recht op dispensatie en compensatie, dat kan je als ouders krijgen door aan de psycholoog van het centrum of aan het team van dat centrum een deskundige verklaring te vragen. En met die verklaring kan je dan heel naar school toe en heeft het school het recht om bij de inspectie specifieke compensatie en dispensatie aan te vragen. Dus die knelpunten, daar kan je ook wat aan doen. En dit is wel een belangrijk knelpunt. Iets anders wat wij ook gemerkt hebben, is dat de kennis geborgd moet worden. Een van de dingen die gebeurt, vooral bij kinderen in het voortgezet onderwijs, is dat ze beginnen aan een carrière op een VMBO of op een andere voortgezet onderwijsschool. En dat ze dan van de ene klas naar de andere klas gaan, dat ze steeds een andere mentor krijgen en dat steeds opnieuw de informatie overgedragen moet worden. En dat ieder jaar opnieuw er steeds weer mensen zijn die onvoldoende geïnformeerd zijn over de dingen die ze eigenlijk zouden moeten weten. Ons advies is eigenlijk steeds, en sommige scholen zijn zonder meer bereid om dat te doen, zorg voor eenzelfde mentor of zorg voor eenzelfde aanspreekpunt tijdens de carrière in het voortgezet onderwijstraject. Dus als je dit soort dingen weet, kan je er ook rekening mee houden. Dan gaan we naar de vragen die ouders stellen en die wij horen. Gaan de problemen over als ze ouder worden, als die ouder wordt? En het eerlijke antwoord is niet helemaal. Als het een probleem is op basis van breingerelateerde invloeden, dan kan je veronderstellen dat dat ook te maken heeft met het brein en dat dat dus niet zozeer een achterstand is, maar een probleem. De problemen worden wel minder en dat weten we ook. Naarmate ze ouder worden, gaan ze er beter mee om, groeien ze als het ware uit een probleem, omdat het brein ook nog verder rijpt en soms verdwijnen die problemen. Kortom, hij leert te compenseren en zijn brein past zich aan. En wij noemen dat volg het natuurlijke beloop. Dus je hoeft er ook niet altijd iets aan te doen, want we weten ook dat naarmate kinderen ouder worden, ze steeds beter erin slagen om te gaan met problemen. Dat hoort er ook bij. Dat brein moet ook leren daarmee om te gaan. Nou, als je kijkt naar dat natuurlijke beloop, dan zie je dan hier, als je dat naast de schaal van de school legt, dat er doorgaans tot de leeftijd van 4 jaar de problemen eigenlijk niet zo opvallen. In de basisschool zien we meestal wel dat de eisen steeds hoger worden en dat de problemen lijken toe te nemen, maar dat heeft ook te maken met de aspecten van de ziekte die steeds meer een rol gaan spelen. Maar dat heeft ook te maken met de eisen die hoger worden, het leren rekenen, het leren automatiseren, het leren plannen. Naarmate ze dan in het voortgezet onderwijs komen, leren ze omgaan met die tekorten, gaan ze compenseren, lijkt het alsof de problemen minder worden, ze gaan er beter mee om. En dan in de transitieperiode, dat is de laatste periode, moeten ze leren om eigen regie te nemen en verantwoordelijkheid. En u ziet daar staan meer dan 14 jaar, omdat toch steeds meer de stelling is dat de transitie, de overgang van kind naar volwassen, daar moet je eigenlijk vroeg mee beginnen. Daar moet je eigenlijk kinderen, jongens, vanaf een jaar of 14, 15 vaardigheden in leren, dat ze dat ook kunnen. Dat allemaal past binnen dat natuurlijke beloop. Een andere vraag, waar komen deze problemen nou vandaan? En dan merk ik ook altijd dat er soms nog ouders zijn die denken van, zou ik iets verkeerd doen? Of zou ik hem te weinig gestimuleerd hebben? Of wordt hij op school te weinig gestimuleerd?
En dat is echt heel belangrijk. Dat is niet aan de orde bij deze problemen. Deze problemen liggen niet aan uw zoon, ze liggen niet aan uw kind, maar ze liggen in uw zoon, want hij heeft moeite met het verwerken van die informatie. Hij kan er niets aan doen en het overkomt hem. En dat is wel belangrijk om met deze houding daar ook mee om te gaan en er zeker van te zijn dat je er ook iets aan kan doen en dat het niet ligt aan dingen die je misschien verkeerd hebt gedaan. Help dubleren. En dan is het korte antwoord nee. Het dubleren heeft eigenlijk alleen maar zin bij een achterstand. En dat kan een achterstand zijn cognitief, dus in het denken of emotioneel. Want een achterstand kan je inhalen. En als je een achterstand hebt opgelopen omdat je veel school gemist hebt. Of omdat je emotioneel nog wat onrijper bent. Of omdat je om andere redenen informatie hebt gemist. Dan heeft het zeker zin om te dubleren. Want dan haal je die achterstand in en dan haal je die in. Maar als je een probleem hebt met je werkgeheugen of met het automatiseren of je hebt moeite met lezen, dan heeft het geen zin om te dubleren als je genoeg verstandelijke mogelijkheden hebt. Dat heeft geen zin bij breingerelateerde problemen. Nou, wat kunnen wij dan doen? Dat is ook zo'n vraag. Nou, dat begint eigenlijk bij begrijpen. En toen ik die woordjes allemaal zag, begrijpen, begeleiden en behandelen, dan kom je eigenlijk tot een hele mooie speling. Want je ziet grijpen, vastgrijpen en het begrijpen. Begeleiden, dat wil zeggen je leidt en je zorgt dat iemand er goed mee omgaat. En handelen, je komt tot handelen om iets te gaan doen. Nou, dat is maatwerk. En als u dan denkt dat er bestaande programma's zijn of dat we zo een boek uit de kast kunnen trekken en zeggen doe dit als dat, dan is het antwoord helaas, dat is er niet. Er zijn geen bestaande programma's bij jongens met Duchenne. En net als protheses en orthoses is dit maatwerk en misschien nog wel meer maatwerk, omdat je met heel veel verschillende factoren moet rekening houden. Ik ga u een aantal programma's laten zien, nadat ik u even iets heb gezegd over hoe werkt het brein, want dat moet je begrijpen. Dat moet je grijpen om te kunnen behandelen en te begeleiden. Nou, het brein is een indrukwekkend orgaan, 1,5 kilo zwaar, 2% van het lichaamsgewicht, maar het gebruikt 1/5 van de zuurstof en de energie. Dus het is een indrukwekkend orgaan dat prikkels verwerkt, maar dat ook leerbaar is en dat ook helpend is. En dan komen we in de stap naar wat zijn nou de mogelijkheden, wat zijn nou dingen die je kan doen. Eerst goed begrijpen. In wezen is het brein een elektrisch systeem. Informatie wordt door zenuwcellen overgebracht van punt A naar punt B. Dus het is een systeem waarin elektrische prikkels worden overgebracht. En die elektrische prikkels die worden in netwerken aangeboden. En een netwerk is eigenlijk een snelweg van informatie. Ieder neuron, iedere zenuwcel heeft heel veel verbindingen. En doordat er zoveel verbindingen zijn, krijg je hele krachtige systemen. En dat is waarom dat brein ook een heel helpend systeem kan zijn. En zoals ik straks ga uitleggen, de spieren in het brein, daar is niks mis mee. Dus die moeten we heel goed trainen en helpen om hun werk te doen. Wat gebeurt er als er nu in dat brein ergens een probleem ontstaat, om welke redenen dan ook? Omdat er heel veel netwerken en circuits zijn, is het brein in staat om een omweg te verzinnen. En dat is ook waarom ik daar straks zei, gaat het over? Nee, maar het brein kan wel manieren verzinnen, is plastisch om nieuwe wegen te zoeken en nieuwe netwerken aan te spreken. En dat is dat elektrische systeem. Nou, dus het is prikkelverwerking. Prikkels worden verwerkt en moeten van A naar B. En een van de dingen die we wel eens horen is dat ouders zeggen, hij snapt het wel, maar niet zo snel. Daar is zelfs een boek over geschreven. En wat er wel gebeurt bij kinderen die het wel snappen, maar het niet zo snel snappen, is dat anderen denken dat ze niet gemotiveerd zijn of dat ze lui zijn. En kinderen met langzame informatieverwerking willen wel graag, maar het lukt ze niet. Het gaat iets langzamer. En heeft dat nou misschien te maken
met die netwerken in dat brein. Dat is misschien een hele eenvoudige verklaring, maar het helpt wel om te begrijpen wat er gebeurt, waardoor het langzamer gaat. Ja? Ik leg wel eens aan kinderen uit dat bij sommige situaties bij hun wat moeilijker gaat en dat via een omweg de informatie toch op zijn plek komt en dat ze toch informatie kunnen verwerken, maar niet zo snel als ze zouden willen. En dan kan een psychologisch onderzoek helpen. Als dit soort vragen gaan spelen, dan kan het helpen om aan de psycholoog te vragen, help mij nou, wat zijn de capaciteiten van mijn kind, van mijn zoon? En dan komt u, en u gaat dat zeker een keer tegenkomen, altijd de Wechselaarschalen tegen. Dit zijn ook de schalen die we in die grote Europese studie bij heel veel jongens in heel Europa gaan afnemen. Die helpen om te snappen, wat zijn de mogelijkheden van mijn zoon? Je ziet dan taalse mogelijkheden, je ziet begrip, ruimtelijke mogelijkheden. Je ziet snelheid, werkgeheugen en het logisch redeneren. En een gemiddelde score is tussen de 85 en de 115. En op dit soort testen zien we dat kinderen die prikkelverwerkingsproblemen hebben, dat die normaal IQ hebben, maar dat ze wel, dat ze op deze indexen gemiddeld scoren, maar dat ze op tempo wat minder scoren en daar wat meer problemen hebben. De klok in de gaten houden is er nog zo een. Heel actueel in de psychologie, tijdsbesef trainen. Zeker in onze drukke tijd en onze drukke wereld. Kinderen die tempoproblemen hebben een hekel aan klokken, agenda's en horloges, want dat is nou net waar ze moeite mee hebben. Maar ze moeten het wel leren, dus we moeten ze wel trainen om ermee om te gaan. Om te leren omgaan met die snelheid van informatieverwerking. Dat is namelijk wel te trainen. Er zijn heel veel boekjes over geschreven. Ik heb er hier een aantal. Die kunt u lezen, maar het pasklare antwoord wat u als ouder van een Duchenne-jongen hoort te vinden over de problemen die u kent bij Duchenne, die vindt u in deze boekjes niet. Het zijn algemene boekjes. Ze zijn zeer lezerswaardig en ze helpen je ook om te begrijpen en wat ik u net in een notendop heb verteld. Nou, een vraag die we ook vaker tegenkomen is, heeft trainen zin? En dan is het weer belangrijk om even te denken aan, hoe leert dat brein nu? Nou, dat brein dat leert doordat neuronen, door zenuwvezels, samen vuren. En als ze samen vuren, worden ze goede buren. En dan worden ze krachtige netwerken die samen kunnen werken en samen kunnen zorgen dat prikkels van A naar B gaan. En dat is eigenlijk wat Hebb in 1949 heeft omschreven als de wet van effect. Zie het als het wandelen door de sneeuw. Als je vaker door de sneeuw wandelt, komt er een pad. En dat pad wordt steeds breder en steeds beter toegankelijk. En zo gaat dat ook in mijn brein, in het brein. Toen ik daar straks moest leren, samen met Arjan, hoe werkt dat nu met stop en share en het delen van het scherm? De eerste keer lukt het niet, de tweede keer gaat het wat beter. Ik doe het nog een keer, ik doe het ergens anders en dan zie je dat het steeds makkelijker gaat. Dus het is te trainen en dat heeft te maken met prikkelverwerking. Dus trainen heeft zin. Als je wil dat je brein groeit, kan je daarvoor zorgen, want het brein is ook een spier. En een van de studies en een van de belangrijke dingen die daarbij belangrijk is, is plezier en variatie. Leren ontstaat door variatie. Je leert een kunstje en dat kunstje moet je kunnen toepassen in vele verschillende situaties. En als je in heel veel verschillende situaties dat kunstje kan doen, dan heb je een vaardigheid. Maar een kunstje op zich is geen vaardigheid. Je moet het breed kunnen toepassen. En daarvoor moet je, als je het leert, er plezier in hebben. Dus begin vroeg, zorg voor zelfvertrouwen, zorg dat een kind ervaart wat het effect daarvan is. En dan traint hij zichzelf. Ik zeg wel eens tegen de kinderen, van je bent zelf je beste therapeut. Door er plezier in te hebben, kan jij jezelf veel meer leren dan ik jou kan leren. Nou, we hebben een studie gedaan naar werkgeheugentraining. Daar is veel over te doen. Dit is even heel kort een verhaal. Een van de studies die we gedaan hebben samen met Duchenne Parent. Omdat er games ontwikkeld zijn om te kijken, helpt het nu als jongens 6 weken lang gedurende 5 dagen, 30 minuten trainen, zichzelf trainen in het werkgeheugen, in het gebruiken van je geheugen. Via computer heb je er allerlei hele mooie middelen voor en daar zijn computerprogramma's voor, games.
En die hebben we gebruikt. Dat hebben we bij 4 jongens uitgebreid onderzocht. En wat je wel ziet, is dat in die studie 3 van die ouders rapporteren heel duidelijk dat er verbetering is in het werkgeheugen. En dat ze zien dat hun jongens minder problemen hebben met woordvinding. Dus dat ze sneller kunnen schakelen. En dat als je dat gaat meten, en u ziet hier links de grafiek staan waarbij u ziet dat de geheugenproblemen afnemen tijdens de training en na de training, dat dat ook blijft bestaan. Maar dan is weer belangrijk, als je een kunstje geleerd hebt, moet je het ook blijven toepassen. Dus als wij iets leren in een therapiesituatie, is het belangrijk dat ouders het thuis ook blijven gebruiken of dat het kind het zelf blijft gebruiken. Want dat brein moet je wel blijven trainen. Nou, een brein verwerkt prikkels, maar een brein verwerkt ook emoties. En dat is ook iets wat net in die grote 10 stond. Hè? Het gaat over angst en over verdriet en over boosheid. En dat heeft te maken met volle hoofden. En een vol hoofd is een hoofd wat vol met emoties zit, met stress, waar eigenlijk niets meer bij kan. En zo'n vol hoofd leidt tot korte lontjes, explosies. En het leidt tot onbegrip bij de ouders, tot strijd, tot misverstanden. En dan, ja, dan kom je dus tot iets waarmee kinderen last hebben en waar ouders van last hebben. En wat kan je daar dan nu aan doen? Nou, wat je in ieder geval kan doen is, zoals we koorts meten, kan je ook emoties meten. De thermometermethode is iets wat beschreven staat. Als u dat googelt, kunt u daar informatie over vinden. En met die thermometer kan hij leren zijn emoties te reguleren. En kan je ook, net zoals we koorts meten, de emoties meten. Even kijken. En dan, hoe werkt dat dan weer in het brein? Want dat was, zeg maar, waarom ik dit vertelde. Als je stress ervaart, dan is het zo dat de amandelkernen in ons brein, en u ziet die in dat linkerplaatje omcirkeld, dat zijn er 2, dat die binnen 0,25 milliseconden de rem in ons brein, de prefrontale cortex, offline zetten. En dan is een kind, of een persoon, of een mens, is alleen nog maar emotie. En het is aangetoond dat je controle, hercontrole herkrijgt over die amygdala door 2 minuten uit te ademen. Zeg maar even uitblazen. En u kent dat wel als u ergens moe van bent of als u iets mee heeft gedaan, dat u even uitblaast en dat u denkt, zo, dan word ik even wat rustiger van. Want dan kan je alles even wegblazen. Dat principe van letten op je ademhaling en je hoofd minder vol maken, heeft allemaal te maken met trucs om te leren je brein leeg te maken, je hoofd leeg te maken. Een time-out nemen, afschakelen, rust nemen. Eigenlijk zeggen we wel, het brein is een soort spons, die loopt vol met allemaal emoties. En zo nu en dan moet dat even weer leeggemaakt worden om weer plaats te maken voor nieuwe emoties. Dus het is echt belangrijk dat mensen leren, en dat jongens leren, om zo nu en dan hun hoofd even te resetten. En daarbij is ademhaling en concentratie een hele belangrijke beschermende oefening. U ziet rechts het boek Mijn Beschermende Brein. Dat is een heel mooi boek waarin uitgelegd wordt hoe het brein omgaat met prikkels, prikkelverwerking, en hoe het brein ons helpt, ons beschermt om om te gaan met pijn, maar ook met emoties. En dat heeft onder andere ook te maken met blijf bij je adem. Want als ik me druk voel, zou ik me ook even kunnen ontspannen en concentreren en mijn hoofd heel rustig maken. En dat is te leren. Dat is eigenlijk iets wat je ook kan leren. Daar zijn ook boekjes over geschreven. En dat doen we ook bij jongens met Duchenne. En er zijn ook fysiotherapeuten die daar heel deskundig in zijn om met dit soort ademhalingsoefeningen te leren bij je adem te blijven en als het ware even te resetten. Eenvoudig en superhandig. Iets waar we wat verder mee moeten werken en waar we ook misschien wel een protocolletje voor moeten gaan schrijven. Dit is van een jonge man die ik een aantal keren gezien heb, omdat hij ook last had van pijnprikkels en van stress. En toen vroeg ik hem na afloop van die oefeningen, en dat waren maar een paar keer dat ik hem gezien heb, had van wat heb je nu aan die oefening? En toen zei hij, het helpt om rustig te worden en om, zeg maar, de controle over de pijnklachten te houden. Het is een korte oefening
Dus het is zo gebeurd. En als je uitademt, let maar eens op je uitademing, dan voelt het alsof je lichaam even alle stress in het lijf vergeet. En als je dat vaker doet, zal je merken dat je het onder controle krijgt. En dat schreef hij ook nog. Het is misschien de eerste paar keer raar, maar als je eenmaal merkt dat het werkt, gaat het steeds gemakkelijker. En dan moet je je brein dat blijven laten doen en dat moet je onderhouden. Dat moet je niet vergeten. Dat is iets wat je brein zo nu en dan nodig heeft. Blijf bij je adem. Nou, het laatste onderdeel wat ik nog zou willen bespreken is, wat kunnen we dan nu aan dat gedrag? Hè? Ik heb iets gezegd over dat denken, ik heb iets over emoties gezegd en dan het gedrag. Wat doen we nu als we het hebben over psychofarmaca, over gedragsmedicatie? Want er zijn verschillende vormen van gedragsmedicatie. Voor concentratie, voor angst, voor verdriet, voor dwangmatige gedrag, voor starheid. En die gedragsmedicatie, die werken allemaal op de prikkeloverdracht. Die hebben allemaal een invloed op het elektrische systeem. Dus eigenlijk weer gaat het terug naar die hele eenvoudige bouwsteen van het brein. De zenuwcel. En de psychofarmaca of die gedragsmedicatie werkt op bepaalde circuits in het brein. En beïnvloedt daar de overdracht van de prikkels. Beïnvloedt daar het elektrische systeem. Dus het heeft weer te maken met prikkelverwerking. Begrijpen van je brein. Wij hebben onderzoek gedaan bij 28 Duchenne jongens die we behandeld hebben met psychostimulantia, dus met medicatie voor de aandachtsproblemen en met name de aandachtsproblemen die op school in het leren een rol spelen, waardoor er niet uitkomt wat erin zit. En daaruit hebben we gevonden dat bij 40% van de jongens er een zeer duidelijk positief effect is en bij 36% van de jongens er voldoende effect is. Dus dat is 76% waarbij er genoeg effect is om ermee door te gaan. En 4 op de 10 met echt een heel positief effect, waarvan ouders zeggen van, wauw, zo'n klein pilletje met zo'n groot effect. Op dit moment zijn we bezig om verder onderzoek te verzamelen, om verdere data te verzamelen. En ook samen met Leuven, waar ze ook ervaring hebben met medicatie, nog over nog meer jongens iets te kunnen te weten komen over hoe werken die medicatie nou. En hoe moet je dat nou doen? Hè? Want hoe werkt dat? We weten dat het het stopcentrum stimuleert. We doen het eigenlijk alleen als de ontwikkeling stagneert. Dus we doen eigenlijk alleen maar medicatie gebruiken en voorschrijven als de andere behandelingen niet werken. En als het normale beloop onvoldoende ontwikkeling laat zien. En dan doen we dat in Kemphagen via de superspecialist. Dus de kinderneuroloog of de kinderpsychiater. In een zo laag mogelijke dosis, zodanig dat er geen bijwerkingen zijn. En dan is het altijd belangrijk om te onthouden dat het medicatie een hulpmiddel is. Daarnaast moeten we het brein blijven trainen. Daarnaast moeten we dingen leren. En moeten we zorgen dat zo nu en dan ook je hoofd leeg wordt. Want we hebben allemaal last van volle hoofden. Vraag die we vaak van ouders krijgen. Is er dan gewenning? Is het verslavend? Nee, is het antwoord. Er is geen gewenning. Naarmate kinderen ouder worden, hebben ze soms wel hogere doses nodig, maar dat heeft met lichaamsgewicht te maken. Nou, dit is ook nog wel een vraag die we vaker tegenkomen. Moet je dan kortwerkend of langwerkend? Want dat weet u, je hebt verschillende vormen. Sommige medicijnen werken kortwerkend, andere langwerkend. Ik heb dat maar eens even uitgetekend. U ziet hier de kortwerkende staan boven. Ritalin werkt na 20 minuten. Houdt 4 uur aan en dan is het effect weg. Dan krijg je een piek, als het ware. En dat is heel fijn. Dan kan je die medicijnen heel mooi doseren op de momenten dat je ze nodig hebt. Er is ook langwerkende medicatie. Dat werkt de hele dag. Dat dus gaat naar een niveau en dat neemt dan tegen het einde van de dag af. En dat vinden sommige kinderen vinden dat prettiger. Nadeel van die langwerkende medicijnen is dat er een eigen bijdrage is en dat je het dus niet heel gericht op een bepaald moment op de schooltijd kan geven. Dus alles heeft zo zijn voors en zijn tegens. En voor de medicijnen is dat ook zo. Nou, andere aspecten, en de tijd ontbreekt om er uitgebreid op in te gaan, is obsessief dwangmatig gedrag. Daar is ook nu wel wat onderzoek naar en dat begint ook, maar dat gaat heel schoorvoetend van wat kan je nou doen om de jongens te helpen om, laten we zeggen, de dwanggedachten te stoppen.
Nou, dan kunnen medicatie kan ook helpen. En er zijn ook onderzoeken die dat beschrijven. Maar er is wel nog veel meer kennis omtrent nodig om daar op een goede manier gestandardiseerd mee om te gaan. Nou, samengevat. De vier B's. Brein, begrijpen, begeleiden en behandelen. Ik zou willen zeggen, vergeet vooral niet dat dat brein een helpend en een lerend brein is. En dat we dat kunnen trainen en dat het ook helpt. Eigen controle is belangrijk. En medicatie gebruiken we als de eigen controle een hulpje nodig heeft, ondersteuning nodig heeft. Het is altijd maatwerk en je volgt het natuurlijk per loop. Dat wil zeggen, als je medicatie start, dan gebeurt het vaak dat we na 2 jaar zeggen, we bouwen een treatment holiday in en we kijken of het natuurlijke beloop er weer in zit. Want dat is ook heel belangrijk. Je moet dus dat blijven volgen, dat proces. Dat maatwerk betekent dat je het ook een tijd blijft volgen. Nou, dit werk is niet alleen mijn werk, maar dat heeft team in Kemphagen met de verschillende mensen die je hier ziet staan en die ik daarvoor wil bedanken. En natuurlijk Duchenne Parent en Duchenne Centrum Nederland. Dank u wel.